Voor mooie studiegenoten hoef je niet naar Amsterdam of Leiden. De website studenten.nl nam een poll af onder ruim 500 studenten. En wat blijkt? Groningen heeft de knapste. Nou, Groningen stak er wel met schouders bovenuit. Want die had 24% van de stemmen. En Zeeland, die had maar 1% van de stemmen. En Drenthe en Friesland? Drenthe en Friesland, die waren ook niet zo goed vertegenwoordigd. Die hadden ook maar iets van 4% of 5%. Dat was ook gewoon een beetje dramatisch. De poll werd uitgeschreven naar aanleiding van de verkiezing van mooiste student van Nederland. Uit alle aanmeldingen worden de mooiste 12 door een vakkundige jury uitgekozen voor een kalender. Maar het is al duidelijk dat Groningse studenten het goed gaan doen. Ik vind dat er hier wel een heleboel mooie mannen studeren. Oh, nou, dat zou best wel komen, want er lopen wel knappe mannen hier rond, ja? Ja, vind ik wel. Ja, ik denk dat ik het er wel mee eens ben. We hebben ook een onderzoek gehad naar de vrouwen. En dat bleek ook dat die de mooiste waren in Groningen. Dus misschien komen daar wel ook hele mooie mannen op af. Maar bij welke opleiding moet je dan zijn voor de mooiste mannen? Er is niet echt bepaald één opleiding of zo die waar mooie mannen vandaan komen. Als je hier binnenloopt in de universiteitsbibliotheek, dan is het een beetje gezien en gezien worden, heb ik het idee. Ga je naar de universiteitsbibliotheek, dan is dat zeker wel zo. Dat is wel echt heel erg eigenlijk, ja. Maar ja, aan de andere kant, het hoort er denk ik wel een beetje bij. Het is wel mooi voor mij in elk geval. Kan ik daar voor mooie mannen spotten wanneer ik aan het studeren ben. Maar dit is wel echt een hele sociale ontmoetingsplaats eigenlijk. Het is echt heel erg. Klopt. Okay.